Mijn naam is Wim Bouwman. Ik ben een van de docenten in de opleiding Technische Natuurkunde. Ik geef onder andere elektriciteit en magnetisme. En later design engineering voor fysici. Een paar hele mooie vakken. En ik ga jullie nu college geven over eigenlijk een van mijn favoriete onderwerpen in de mechanica. En dat is rotatie. We gaan het aan de hand doen van een proef die ik met Ron Haaksman ga demonstreren over rotatie. En de wiskunde die daarbij nodig is, is de wiskunde die jullie vanochtend hebben gehad. Het heeft allemaal te maken ook met het uitproduct en met vectoren. En ik vind het een fascinerende proef. En jullie hebben nu op de middelbare school van alles over de beschrijving van bewegingen met snelheden, versnellingen en krachten. Met rotatie krijg je precies diezelfde begrippen, maar op een andere manier geformuleerd en veel sterker nog met vectoren. En daar gaat dit college over. Er komen wat nieuwe begrippen bij. Hoeksnelheid, hoekversnelling, het krachtmoment, het impulsmoment. Maar het gaat vooral om het gebruik van het uitproduct. En het fenomeen dat jullie gaan zien, dat is precessie. En dat spreekt me heel erg aan. Jullie zien mij nu als docent. Jullie zijn gewend om op de middelbare school docent te hebben. Maar hier op de universiteit werken gewoon allemaal wetenschappers. En af en toe dan hobbyen we een klein beetje erbij door af en toe college te geven. En wat ik eigenlijk vooral doe, dat is ik werk aan het einde van de Mekelweg hier. Bij de reactor. En wat ik daar heb gebouwd is ontwikkel nieuwe neutroonverstrooiingstechnieken. En dit instrument, dat is een beetje mijn levenswerk tijdens mijn periode in Delft. Daarmee kunnen we heel precies verstrooiing meten van neutronen over hele kleine hoeken. En dat is handig om te doen, want neutronen die produceer je in de kern van een reactor. Dat gebeurt hier. Daar zie je de brandstofstaaf op het moment dat de reactor kritisch is. En wat er gebeurt is, af en toe heb je wat losse neutronen die rondvliegen. Die worden ingevangen door een uraniumatoom. Nou, dan splitst dat uranium en dan krijg je de grote brokstukken. Bij haar, je krijgt nog meer neutronen die vrijkomen. Iedere keer een stuk of drie. En daarmee zet je een hele kettingreactie op gang. En het leuke van die neutronen is, ze zijn heel gevoelig voor waterstof. Daar kunnen ze heel goed mee botsen. En dat zit in heel veel organische materialen. Het is een neutraal deeltje. En daarom kan het heel makkelijk door heel veel materialen heen gaan. Dus je kan heel goed kijken naar de binnenkant van materialen. Ik gebruik het voor materiaalonderzoek. En het is neutraal. Maar het heeft wel een spin. En die spin maakt dat het ook een magnetisch moment heeft. En het leuke daarvan is dat het gaat ronddraaien in een magnetisch veld. Wat jullie hier zien is een macroscopisch model van een neutron. Dat neutron, die spin, die kan je beschouwen als het magneetveld. Hier is een magneetje, een permanente magneet. En die permanente magneet die zit gemonteerd op een draaiend vliegwiel, wat met een elektromotortje op gang wordt gehouden. En hieromheen zien jullie grote koperen spoelen en daardoorheen wordt een flink stroom gejaagd. En af en toe dan klappen dat veld om. Maar het grappige is dat die spin die gaat ronddraaien. En dat kan je gaan gebruiken om heel precies, even kijken, trouwens hier is de wiskunde nog. Dit beschrijf je wiskundig. Als dit de spin is, de spin van het neutron, en je neemt het uitproduct met het magnetisch veld, dan gaat dat een verandering geven in de spin. Dus dat laat zien dat als je in een bepaalde richting je spin hebt, je hebt het magneetveld erbij, dan ga je het uitproduct nemen en dat is de richting er loodrecht op. En dat betekent dat je een ronddraaiende beweging gaat krijgen. En dat is ook wat jullie vanochtend hebben gehad met wiskunde. Zien jullie de connectie?
Ik zie wat mensen ja knikken. Ik zie geen al te verbaasde blikken. Gelukkig. Nou, en nu een van de dingen met neutronenverstrooiing is. Dit is ongeveer hoe het werkt. Je hebt een bundel neutronen. Die kan je maken door twee diafragma's neer te zetten. Daarachter zit je ergens een preparaat neer. En daarachter een groot vacuümbuis met een detector. En daarop meet je een verstrooiingspatroon. Dus je hebt neutronen die komen aan bij een preparaat en die gaan verstrooien in alle richtingen. En hoe preciezer je dat kan meten, hoe beter je weet wat je materiaal is, wat je wilt bekijken. Ik kijk onder andere naar allerlei voedingsmaterialen. Hoe eiwitten samen klonteren als je yoghurt van maakt. Dat is mijn specialiteit. Maar daarbij wil je zo goed mogelijk kijken naar ook hele kleine hoeken. En dat is heel moeilijk, want neutronen maken... Ja, we doen het met reactor, maar je krijgt eigenlijk heel weinig. Dus je wilt ze heel goed gebruiken. Nou, en nu hebben we een techniek daarvoor ontwikkeld. En dat is typisch Delft. Waarbij we gebruik maken van de precessie. Je hebt die neutronenspin. En dan komen ze in het magneetveld. Dit is aangegeven met de positieve richting. En dan krijg je rotatie één kant op. In het tweede gedeelte is het een tegengesteld veld. En dan krijg je rotatie terug. En het maakt niet uit hoe je doorheen gaat. Hier gaan we naar boven, dus je hebt een vrij lang pad. Maar je zou ook naar beneden kunnen gaan. Dan heb je wat kort pad. Maar omdat het pad hier parallel is aan dat daar, heb je altijd tegengestelde precessies. Dus je krijgt de spin die echoot terug. En dat betekent dat je gewoon een heel grote brede bundel kan hebben. En toch alles meet op het einde. Maar het wordt nu anders als je hier een preparaat in zet. Als je dat in het midden zet, je krijgt verstrooiing, dan krijg je hier een korter pad. En dat betekent dat je spin niet precies terugkomt. En daarmee kun je echt waanzinnig nauwkeurig verstrooiing meten door gewoon een beetje hoog veld te hebben. En dat is wat we hebben gebouwd. Dus dit principe van precessie, dat hebben we ook in een mechanische... variant. En dat gaan we hier nu demonstreren met Ron. Eerst kun je misschien even laten zien wat er gebeurt als je dit touw weghaalt. Ja, dus ik zal even voor de camera even synchroniseren. Dus fietswiel opgehangen aan twee touwtjes. En uiteraard als ik één touwtje weghaal, dan klapt het wiel gewoon om. Maar de vraag aan jullie is, stel dat ik dit object een spin geef, hè? Dat ik het fietswiel, oké, okay. Ik heb extra touwtjes hiervoor, dus daar had ik al rekening mee gehouden, dus ik pak even het tweede touwtje erbij, op die manier. En nogmaals, het fietswiel draait nu. Mijn vraag aan jullie is, wat verwachten jullie dat er zal gebeuren als ik wederom het touwtje doorsnijd? Er zijn een aantal dingen dat eventueel kan gebeuren. Je kunt verwachten dat het misschien het wiel weer omvalt, maar blijft draaien. Misschien gaat de as van het wiel een beweging uitvoeren, bijvoorbeeld een kegelbeweging op die manier. Ja. Of verwachten jullie misschien iets anders? Vragen? Ah, dat is eventueel een derde mogelijkheid. Ik snijd het touwtje door en het blijft zo draaien. Is dat wat je verwacht? Kan eventueel ook. Ja. Wie denkt eventueel iets anders? Ja? Ik denk dat hij blijft draaien. Dus van bovenaf gezien dat hij een cirkelbeweging uit gaat voeren. Dus roteren rond het overgebleven ophangpunt. Oké, okay, kun je misschien eventueel een verklaring geven waarom je denkt dat dat zal gebeuren? Ja. Maar je noemt hier linear momentum. Dus dat is eigenlijk een rechtlijnige beweging van een... Je suggereert misschien angular momentum, ja? Ja, dat heeft dat fietswiel nu wel, nu het roteert. Ja.
Zullen we eens kijken wat er gaat gebeuren? Ja. Of zijn er nog andere ideeën? Ja? Nee, ga je gang. Oké, laten we eens kijken. Je had gelijk. En als ik hier aan trek, zie je dat hij nog sneller gaat draaien. En uiteraard als ik deze weer ophang, hangt hij gewoon weer stil. Ja. Wim. Ja, ik vind dit echt fascinerend. En het raar is, ik heb dit al zo vaak gezien en gedaan, maar ik blijf het fascinerend vinden. De rest van het college ga ik eigenlijk met jullie verklaren hoe dit komt. En ook dat we gaan uitrekenen. Ongeveer ook van hoe snel die ronddraait. Je ziet dat die steeds sneller gaat draaien nu. En dat gaan we proberen uit te leggen. En daarvoor hebben we een paar begrippen nodig. Het eerste begrip wat we moeten hebben is eigenlijk van hoe beschrijf je die draaisnelheid. Wat ik doe steeds ook, maak de vergelijking met translatie, wat jullie redelijk goed kennen. En met wat er in rotatie gebeurt. En nu als je gaat kijken naar de snelheid die je hebt van een object. Als je een lineaire beweging hebt, dan is die snelheid gelijk aan de verandering van de positie van het deeltje in de tijd. Ik schrijf dit ook weer op als vectoren. Je hebt een locatie in de ruimte. Die positie beschrijf je met een vector. En als je iets hebt dat beweegt, nou, dan kan je kijken naar de afgeleide van die positie. Nou, dan krijg je ook een richting. Dus dit is een vector. Nu als we... Ron, mogen we nog weer een tuikje erbij hebben? Een beetje scheef, maar ach. Als dit wiel nu ronddraait, hoe kan je met een vector deze rotatie beschrijven? Jullie krijgen even 2 minuten, bespreek even met je buurman of buurvrouw hoe je denkt dat je die rotatie kan beschrijven. Ga je gang. Oké, zijn er al mensen die een idee hebben met welke vector je deze rotatie kan beschrijven op een unieke manier? Met de middelpuntvliegende kracht. Maar in welk, als ik naar dit wiel kijk, in welke richting staat die? Is het dan niet zo dat op iedere plek waar je massa hebt, dat die een andere kant op wijst?
Dit is lastig, want dit is best wel een conceptueel lastig probleem. Als je kijkt naar deze gele band bijvoorbeeld, dan zie je dat hij hier die kant op beweegt. Nu beweegt hij die kant op. Nu naar boven. Dus dat is allemaal niet uniek. Ik hoorde hij zeggen loodrecht. Loodrecht op de straal, dat is inderdaad een hele goeie. Dat is inderdaad het juiste antwoord. Als je kijkt naar al die bewegingen, het draait om een as. Dus de draaias, dat is eigenlijk een unieke manier om die draairichting weer te geven. Dus het was inderdaad een hele goede antwoord. En nu is conventie dat je dat doet met je rechterhand. Dus als iets draait in deze richting, dan is in dit geval de draaias zo. En dan de hoeksnelheid die je hebt in radialen per seconde, dat is de hoeksnelheid. Dus in dit geval als je hierheen beweegt, dan draai je op deze manier. En dan is je hoeksnelheid hier een vector. En die noemen we omega. En nu krijg je de correspondentie weer met translatie. Dan krijgen we de hoeksnelheid. En dan krijgen we in dit geval dat de hoeksnelheid, de grootte daarvan, eigenlijk is het de grootte, nu hebben we de richting nog niet aangegeven. Is de verandering van de hoek in de tijd. En dan moet je even nog aangeven welke richting. Hebben jullie de eenheidsvectoren gehad vanochtend? Ja. Dus als dit bijvoorbeeld de z-as was, dan is het in dit geval bijvoorbeeld rotatie om de z-as heen. Ik heb ook een slide van. Dit geeft het weer in het geval wat jullie daar links zien. Dan met de rechterhandregel zie je dat rotatie snelheid naar beneden is. En in dit geval staat het een beetje schuin. Maar weer met je rechterhandregel zie je waar de duim heen wijst. En dat is de hoeksnelheid. Dus dit is een hele handige definitie om rotatie te beschrijven. Is dat duidelijk? Ik kom zo op een paar definities uit. Wat we nu ook kunnen hebben, dat hier hebben we een hoeksnelheid. Met snelheid, hoe krijg je een snelheid? Versnelling. Versnelling, dat beschrijft inderdaad hoe je snelheid gaat krijgen. Dus daar beginnen we even mee. De versnelling die je hebt, die is gelijk aan de verandering in de snelheid in de tijd. Dus op deze manier kunnen we ook hoekversnelling gaan definiëren. En die hoekversnelling, je geeft aan met alfa. Dat is weer een vector. Die is gelijk aan de verandering van je hoeksnelheid in de tijd. En dan moet je gaan nadenken wat het betekent. Als we hier zo'n rotatie hebben. En we hebben dan gezien dat de hoeksnelheid is aan die kant. Wat gaat er gebeuren als we deze nog sneller laten draaien? In welke richting staat dan de hoekversnelling? Ik geef hem even aan met je hand. Ik zag het bij iemand al doen. Iedereen even aangeven welke kant hij op is.
Hij gaat dan sneller bewegen, dus als de omega dan groter wordt, dan staat hij ook in dezelfde richting. En als we hem nu gaan vertragen, in welke richting staat dan de hoekversnelling? Ja, ik zie een hoop mensen die kant op wijzen, dat klopt. En we zagen er net met die precessie dat hij zo rondjes ging draaien. In welke richting staat dan de hoekversnelling? Wat er dan gebeurt, dan staat eerst staat de hoeksnelheid die kant op, maar dan na een tijd gaat hij hierheen. Dus dat betekent dat hij zo draait en dat betekent dat de hoekversnelling in deze richting is. En dan heb ik ook een plaatje van om dat weer te geven. Even kijken, dus dit is de hoekversnelling. Dus je kan een hoekversnelling hebben die parallel is aan de hoeksnelheid of tegengesteld. Dan gaat hij afremmen. Of hij kan in een welke andere richting staan. Dat correspondeert met deze plaatjes. In dit geval gaat de snelheid, die wordt hoger en hoger. En dan heb je een versnelling in dezelfde richting als de initiële snelheid. Hierbij wordt juist afgeremd. Je begint met de hoge hoeksnelheid en wordt lager. En dan zie je dat die alfa tegengesteld staat. En als hij in een andere richting staat, er loodrecht op, ja, dan gaat je rotatie als draaien. En dat is wat we ook zagen bij de demonstratie van Rom. Dus dit zijn de eerste twee belangrijke begrippen die we nodig hebben. En ik vroeg jullie daarnet van, als je iets hebt wat je in beweging wilt zetten. We hebben hier een flesje, we willen het laten bewegen. Hoe krijg je dat voor elkaar, dat je een versnelling gaat krijgen? Kracht. Dus wat jullie, pak even voor de zekerheid mijn notaties erbij. Wat je kent is de kracht. En die kracht die heeft ook een richting. En een kracht die je uitoefent op een zekere massa, die geeft je een versnelling in dezelfde richting. Dus dat is kracht. Nu, om dit wiel te laten draaien. Wat is dan een belangrijke grootte? Je hebt inderdaad weer een kracht nodig. Maar wat speelt er verder nog een rol bij? Ja, je zegt afstand tot de massa. Bij dit wiel. Dit is niet een gewoon wiel. Er zit extra veel massa in de band. Dus bijna alle massa, die zit hier. Maar wat je zegt, afstand is inderdaad een belangrijk begrip. Maar het is een andere afstand die je nodig hebt om dit te beschrijven. De straal. De straal waarvan? Van het object? Ja, van het wiel. Maar wat heeft dat te maken met kracht? Hoeveel? Ja, maar hoe effectief is die kracht? Waar zou dat van afhangen? De grootte van de hoek. Hoe bedoel je de hoek? Maar hoe bedoel je dan op dit wiel bijvoorbeeld? De afstand tussen het middelpunt van het. Daar zeg je iets heel belangrijks. De afstand tot het middelpunt van de. Het wiel, afstand tot de draaias, inderdaad, ja. Ik kan hier heel hard duwen, er gebeurt niks. Ik kan trouwens ook hier duwen, er gebeurt er iets, maar het is vrij zwaar. Maar ik kan ook hier duwen, heel licht, gaat hij al draaien. Wat je ziet is dus dat de arm, de afstand tot de draaias, die is van belang.
dichtbij breng ik me heel moeilijk in beweging. En hier ver weg gaat het heel makkelijk. En verder, zoals je zei, van de afstand tot de draaias, inderdaad, de richting doet er ook toe. Wat van belang is, dat is het krachtmoment. En het krachtmoment, ik zal het even illustreren. Als je een tandwiel hebt van je fiets. Dit is de draaias. En je zit met je pedaal hier. En je oefent kracht uit in deze richting. Ja, dan gebeurt er helemaal niks. Als we hier zitten, nou, dan ben je maximaal effectief. En dan kun je ook een beetje tussensituatie hebben dat je hier zit. En dan zit het een beetje, ja, tussenin. En nu de grootheid die echt van belang is, dat is het krachtmoment. En het krachtmoment, dat schrijf als volgt op. Dat geef aan met tau, Griekse letter. Die is gelijk aan het uitproduct van waar je aangrijpt op de kracht. De afstand tussen je aangrijpspunt en de draaias. En dan het uitproduct met de kracht die je uitoefent. Dus in dit geval als de arm deze kant op is, even de vingers naar boven, en ik duw naar beneden, dan is het uitproduct gelijk aan nul. Dat weet u nog van vanochtend. Maar als de arm in deze richting is en de kracht is naar beneden, nou, dan zie je dat je een krachtmoment krijgt in die richting. En jullie zien ook dat als ik deze kracht hier uitoefen, dan heb je een krachtmoment in die richting. En je ziet ook dat je dan een hoekversnelling krijgt in die richting. Dus dit is de belangrijke grootheid om ervoor te zorgen dat iets gaat draaien. Dus de equivalent die we hebben van kracht, dat is het krachtmoment in rotatie. Het krachtmoment is het uitproduct van je arm met toegepaste kracht. Heb ik ook een vraag over. Oh ja, dit is het belang van de arm. De arm, het is eigenlijk een soort van hefboom. Als je een hele kleine hefboom hebt, kan je heel moeilijk iets in beweging krijgen. En als je een hele grote hefboom hebt, kun je echt hele zware objecten optillen. En daar is de illustratie met het fietswiel. Dus nu de definitie die je hebt van het krachtmoment. In het Engels heet het trouwens torque. Jullie gaan zo het werkcollege doen. En daarbij zijn alle begrippen in het Engels gegeven. En dat is best lastig. Deze is gewoon angular velocity, angular acceleration. Maar deze is torque in het Engels. Maar hier zie je dan het plaatje een vliegwiel met een zekere snelheid. Die ga je versnellen. En dan heb je een krachtmoment nodig en dat is dan het uitproduct van die arm en de kracht. In dit geval staat de kracht niet loodrecht op je draairichting. Dus dat betekent dat die niet volledig effectief is. En vandaar dat je het ook doet met het uitproduct waar er een sinus in zit. En je gebruikt weer voor het uitproduct de rechterhandregel. En zo is de richting die je bepaalt. En nu heb ik voor jullie even de oefening. We hebben hier een vlak, en in dat vlak hebben we een aangrijpspunt, dat is de R, en de kracht die erop wordt uitgeoefend.
En in welke richting staat nu het krachtmoment? En nu mogen jullie het gaan aanwijzen. Is het naar boven? Is het naar beneden? Is het naar voor mij rechts? Voor mij naar links toe? De kracht die staat naar voren. Dus de kracht staat eigenlijk in die richting. En de arm staat in die richting. De kracht staat een beetje schuin naar boven toe. Oké, wie denkt u dat het naar boven is? Wie denkt dat het naar beneden is? Wie denkt dat het die kant op is? Behoorlijk wat mensen. Wie denkt dat het die kant op is? Nog meer mensen. Ja. Nou, de R, die staat naar boven. De kracht staat die kant op. Dus dat betekent dat het krachtmoment hierheen staat. Dus de meeste van jullie hadden het goed. Dat plus of min is vaak lastig als je dingen moet uitrekenen. Oefen hier goed mee. Je kunt ermee oefenen ook in het werkcollege zo direct. En nu wil ik ingaan op een ander punt wat jullie waarschijnlijk niet hebben gehad op de middelbare school. Hebben jullie gehoord van impuls? Ja? Wat is impuls? Massa maar snelheid, goed. We hebben hier het centrum. En dan hebben we hier een massa. Die zit op een zekere afstand. R. En die gaat met een zekere snelheid hierheen. Nou, dan heeft dat deeltje een zekere impuls. En die impuls, die is gelijk aan de massa maal de snelheid. Mag ik even handen zien? Wie heeft er geen impuls gehad op de middelbare school? Een paar mensen, ja. Het zit nu niet meer in het verplicht programma. En het is pas vrij recent uitgehaald. En dat is voor ons best wel verbazingwekkend, omdat impuls zo'n heel fundamentele grootheid is. Het is behouden in veel omstandigheden. Maar dus hier hebben we het vrij snel even. Wat we nu kunnen gaan definiëren, dat dit is in het Engels momentum. Wat we nu gaan definiëren, dat is het impulsmoment. Dat heeft te maken met rotatie. En die is gelijk aan de vector ten opzichte van de draaias met het uitproduct van de impuls die je hebt. Dus de massa maal de hoeksnelheid. En hierbij, welke richting staat in dit geval op het draaimoment? Of het impulsmoment, moet ik zeggen. Ja, ik zie heel veel mensen het goed. We hebben de R, die staat naar buiten. Dat is de snelheid. Dus dan langs de draaias staat het impulsmoment. Nou, nu kunnen we dat gaan uitrekenen. Als je even een plaatje maakt van boven wat er gebeurt. Dus je hebt je draaias. En dan ga je een zekere kant. Staat dat deeltje wat we hebben. En als we dan een moment later kijken, dan is dat deeltje hier. En daartussen zit een hoek. De verandering in je hoek, de theta. En je legt dan een weglengte af, dr. Als je gaat kijken naar r, dθ, als je gaat voor een hele kleine hoekverandering, dan weet je dat r, dθ,
gelijk is aan dr. Hier maak ik best een grote stap. Als deze hoek klein is, dan kan je zeggen dat deze afstand gelijk is aan de arm maal die verandering in hoek. Dit gaan jullie ontzettend veel tegenkomen in de studie natuurkunde als jullie het gaan doen na vandaag. Wat er hieruit volgt, is dat de verandering in de hoek gelijk is aan de verandering afstand gedeeld door de straal die we hebben. En dat betekent dat als je de hoeksnelheid wil weten, dat de snelheidsverandering in de tijd, dus dit gedeeld door dt en dit kunnen we ook door dt delen, dan staat hier niks anders dan de hoeksnelheid. Die is dan gelijk aan de snelheid, de dr dt is de snelheid gedeeld door de straal. Nou, ziet dit er goed uit? Je moet vaak even kijken ook naar eenheden. Kloppen de eenheden? Hier staat hoek per seconde. Hier staat meter per seconde, gedeeld door meter. Dus je zit ook per seconde. En hoeken die zijn dimensieloos. Dus de dimensies die kloppen. Nou, dit kunnen we gaan gebruiken. We kunnen nu de snelheid die we hier hebben staan, die kunnen we vervangen door omega maal r. En wat we dan krijgen in dat geval, en ook niet al te erg gaan kriebelen, dat is dat de grootte van het impulsmoment, die is gelijk aan de straal in het kwadraat, maal de massa, maal de hoeksnelheid. Dus we waren begonnen met een impuls. En nu hebben we dat uitgewerkt naar een impulsmoment. Dat hebben we omgeschreven. Massa komt er ook in voor. En de hoeksnelheid en de afstand in het kwadraat. Dus dit is een belangrijk begrip om te kijken naar wat er hier gebeurt. Hier hebben we eigenlijk hetzelfde, maar dan hebben we een hele hoop massa over een hele ring. Nu, dit heb ik even uitgewerkt over een enkele massa die een cirkelbeweging maakt. Maar we hebben meer gevallen. We kunnen het algemener maken. Dit was voor een puntdeeltje. En dat deelt je in een cirkelbaan. Dit was voor een cirkelbaan, maar je kan het algemener opschrijven. Het impulsmoment, angular momentum in het Engels, is gelijk aan de afstandsvector uit het impuls. Je kan het ook doen voor een groter object. Met een groter object, zoals dit wiel, heb je een hele hoop massa op bepaalde afstand zit van de draaias. En dan gaan we het anders opschrijven. Dan schrijven we het op als het traagheidsmoment maal de hoeksnelheid. En dat is een heel belangrijke formulering in de analogie. Bij de impuls hadden we massa maal snelheid. Hier hebben we traagheidsmoment maal hoeksnelheid. Oké, dan ga ik nu verder met dat traagheidsmoment, waar er net ook vraag over was. Dus de heel algemene formule die we hebben voor het impulsmoment is dat die gelijk is aan het traagheidsmoment maal de hoeksnelheid. En we hadden gezien dat voor een puntdeeltje, voor een puntmassa,
was dat traagheidsmoment gelijk aan de massa, maal de afstand in het kwadraat. Dat hadden we hierboven gezien. En ik ga het nu niet afleiden, maar ik kan het ook gaan beschrijven als je een schijf hebt. En een massieve schijf. Dus niet een wiel zoals dit, maar echt een schijf die zo gevuld is. Daarbij is het traagheidsmoment gelijk aan een half keer de totale massa die we hebben, maal de straal die zo'n schijf heeft. Hierbij heeft Ron, ik geloof, allemaal lood in de band gedaan. Dus bijna alle massa zit aan het uiteinde. Dus je kan dit eigenlijk beschouwen als een hele reeks met puntdeeltjes. Dus als je een massieve ring hebt, die zo draait, dan is het traagheidsmoment gelijk aan de totale massa maal de straal in het kwadraat. Dus zo kunnen we het traagheidsmoment beschrijven van Ron zijn wiel. Nou, dit was een hoop over het traagheidsmoment. Laten we even nu weer die tabel verder gaan aanvullen. De manier waarop Newton zijn tweede wet had geformuleerd, dat was niet op deze manier. Maar hij had het geformuleerd als een kracht die geeft een verandering in de impulsweer in de tijd. Dus dit is de tweede wet van Newton, geformuleerd op de manier waarop hij deed. Dus niet massa maal versnelling. Nou, dan kunnen we hetzelfde gaan doen voor rotatie. En voor rotatie, dan krijg je dat als je een krachtmoment hebt. Ik ga even iets net tekenen. Dus de verandering, het krachtmoment wat we hebben, dat gaat een verandering geven in je impulsmoment in de tijd. Dus dit is de tweede wet van Newton. Deze wet hier, die is, ik leid hem hier niet af, maar die kan je helemaal direct afleiden uit de tweede wet van Newton en de derde wet van Newton. Weet u nog wat de derde wet van Newton is? Ja, dus actie is min reactie. Dus dit flesje duwt met zwaartekracht op de tafel en de tafel duwt even hard terug. Het heeft ermee te maken dat als je een uitgebreider object hebt, dat als je hier een kracht op uitoefent en hier heb je een puntmassa en hier een puntmassa, dan krijg je een gelijke kracht terug. Dus uit de tweede wet van Newton en de derde wet van Newton kan je uiteindelijk met de definities dit helemaal afleiden. Nou, en nu gaan we even kijken hoe dat heeft uitgewerkt op dit systeem. Dit systeem gaan we nu echt even helemaal beschrijven. Als we even een vooraanzicht maken, dan op het moment dat Ron dit doorknipt, dan hebben we hier de draad waaraan het wiel draait. En er zit een zekere arm aan vast. En daar zit dat grote wiel. Even kijken, het is niet zo symmetrisch. Dit wiel heeft een zekere straal. Ik heb grote R. Dit noem ik even het kleine R'tje. Welke kracht werkt er op dit wiel? Zwaartekracht.
Zwaartekracht, goed zo. Dus dit is de arm die we hebben. Nu werkt de zwaartekracht in deze richting. Als we nu, dit is even vooraanzicht. En nu ga ik even bovenaanzicht ernaast tekenen. Hier hebben we het ophangpunt van boven. In welke richting is nu op het moment dat hij draait, ronddraait hem deze kant op, is het impulsmoment. Ik zie wat mensen wijzen. De hoeksnelheid in deze richting, rechterhandregel. Het traagheidsmoment is een scalar. Dus dat betekent dat het impulsmoment is ook in deze richting. Dus als we naar boven kijken, dan is het initiële impulsmoment wat we hebben in die richting. Als we naar dit systeem kijken, in welke richting? We hadden het over de zwaartekracht. Die zwaartekracht die levert een krachtmoment op. In welke richting staat het krachtmoment? Het gaat om, even kijken hoor, deze formule. R uit F. Dus dit is de richting van het aangrijpspunt voor de zwaartekracht. En de zwaartekracht die wijst naar beneden. En dat betekent dat het krachtmoment, dat staat naar voren. Dus het krachtmoment, dat geven we zo aan. Het is een puntje. Dat betekent dat hij hierheen in staat. Dus dat betekent dat de krachtmoment voor het bovenaanzicht staat in deze richting. Ja, je hebt een vraag? Jouw vraag is over welke straal het gaat. Het is niet zozeer de straal, maar het aangrijpingspunt. In dit geval met de definitie van het krachtmoment gaat het om de afstand tussen je punt waarom je heen kan draaien, niet het punt waar je vast zit. En dan waar de kracht aangrijpt, de massa, de zwaartekracht, die grijpt aan op het massamiddelpunt. En dat is in het centrum van het wiel. Dus het gaat, het symbool R, ik gebruik ook een kleine R en een grote R. De kleine R die staat echt voor de afstand van je punt waar je omheen zou kunnen draaien en je massamiddelpunt. Dus vandaar dat je R, die staat in die richting. En de zwaartekracht staat naar beneden. En daardoor krijg je een krachtmoment wat in deze richting staat. Nou, als we hier nu naar gaan kijken. Wat we er net zagen, is hierbij. We hebben de tweede wet van Newton. Het krachtmoment, dat levert je een verandering op van je impulsmoment in de tijd. Dus waarheen gaat nu het impulsmoment? Het krachtmoment duwt hem die kant op. Dus als we op een later tijdstip kijken, dan zal het impulsmoment in die richting staan. Dus dan krijg je hier een verandering in je hoekmoment. En die verandering, die is dan die verandering in je draaimoment. Dat is de DL. Nou, en dit kunnen we allemaal gaan uitrekenen. En even kijken. Heb je nog vragen voor dit plaatje? Want dan ga ik verder naar het volgende scherm.
Nee. Plaatje kun je er steeds naast blijven kijken. Wat ik nu ga uitrekenen, dat is, wat we daarnet zagen bij de demonstratie van Rom, dat is inderdaad dat je precessie krijgt deze kant op. Dus we hebben nu aan de hand van de tweede wet van Newton de richting al goed uitgerekend. En wat ik nu wil gaan uitrekenen, dat is hoe snel die gaat ronddraaien. Als je gaat kijken naar de hoeksnelheid van de precessie, dus hoe snel die om dit touw heen gaat draaien, dan is dat gelijk aan de verandering in de hoek die we hebben in de tijd. Als je die hoek daar bijvoorbeeld phi noemt, de phi. Nou, als je kijkt naar die driehoek die we hebben, dan is de hoek tussen de eerste impulsmoment en de tweede, kunnen we opschrijven als de verandering die we krijgen in je hoekmoment in de tijd, gedeeld door je impulsmoment. Nou, dit kunnen we verder gaan uitschrijven aan de hand van de tweede wet van Newton en de definitie van je impulsmoment. Die is dan gelijk aan de massa, maar de gravitatieconstante, maal de arm die we hier hadden. Dit is de dl. Die heeft te maken, dt, die is gelijk aan je krachtmoment, volgens de tweede wet van Newton. En dit is je krachtmoment. En die moeten we dan delen door het moment wat we hadden. En het moment wat we hadden, dat is gelijk aan je traagheidsmoment, maal de hoeksnelheid. En dat is dan gelijk aan de massa van het wiel, maal de straal van het wiel, maal de hoeksnelheid waarmee je aan het draaien was om zijn as. Nou, dat ziet er lelijk uit, maar je kunt iets meer versimpelen. En wat we dan overhouden, dat is de gravitatieversnelling, maal de arm waarbij we aangrijpen, gedeeld door de grootstraal in het kwadraat, maal de hoeksnelheid. Nu kunnen we het gaan uitrekenen, nu kunnen we het getal invullen. De gravitatieversnelling is ongeveer 10 meter per seconde. Als je gaat kijken naar de afstand hier het centrum van het wiel, deze afstand hebben, dat is ongeveer een tiende meter. Als we gaan kijken naar de straal, 0,4? 33 centimeter. 33 centimeter. Ja. Nou, zullen we 0,3 meter ongeveer. En dan de hoeksnelheid die Ron weet te bereiken. Mijn schatting is ongeveer iets van 10 radialen per seconde. En de hoeksnelheid die we hebben, die is ongeveer 10 radialen per seconde. Nou, als we dat nu allemaal gaan invullen in deze vergelijking hier, dan krijgen we dat precessiesnelheid gelijk is aan 10 meter per seconde kwadraat. Ik laat even de eenheden nu weg. Dat is een beetje slordig, maar ik hoop dat jullie het niet erg vinden. 0,1 gedeeld door r kwadraat. Dit in het kwadraat is ongeveer een tiende. Even kijken. Maal omega, die is 10.
Dus wat je hier uitkrijgt, je ziet het valt ongeveer tegen elkaar weg. Dan krijg je ongeveer 1 radiaal per seconde. Dit is even een hele grove berekening, maar dat was inderdaad wat we ongeveer zagen. Hebben jullie hier nog vragen over? Ja? Wat we berekend hebben, dat is hoe snel die precessie gaat. Dus misschien Ron, wil je nog een keertje demonstreren. Dat is hoe snel je om dit touw gaat draaien. Dus we hebben 2 dingen berekend. Dat is welke kant die op gaat. En hier zie je inderdaad, die hoeksnelheid is inderdaad ongeveer, ik denk 1 radiaal per seconde. Als je kijkt van hoeveel seconden doet je erover een rondje te maken. Als we gaan tellen vanaf nu. 1, 2, 3, 4. Ik denk dat het zo'n redelijke benadering is. Zeker met alle grove schattingen die ik hier maak van alle grootheden. Wat ik zelf nu heel leuk vind, is dat we begonnen hier best wel met een moeilijke demonstratie. En uiteindelijk met niet al te veel theorie en de analogie tussen translatie en rotatie, is het ons gelukt om een best wel moeilijk experiment helemaal uit te rekenen. En in de natuurkunde kan je alles uitrekenen. En dat vind ik zelf heel erg fascinerend van natuurkunde. Ik vind zelf rotatie een van de leukste onderwerpen in de mechanica. Omdat dit hier, deze proef, die zo gaat helemaal tegen mijn intuïtie in. En ik heb nu uitgerekend, maar ik kan het niet intuïtief uitleggen. En dat vind ik echt heel fascinerend. Uitproduct is ontzettend belangrijk. Dit is een van de allerbelangrijkste dingen. En ik zie bij alle eerstejaars, iedereen worstelt er echt gewoon maandenlang mee. Dus daar moet je gewoon heel veel mee oefenen. Wat ik steeds heb geprobeerd te doen, is ik probeer bij iedere formule ook een beeld te geven en aannemelijk te maken waarom het inderdaad overeenkomt met de natuurkunde. Dus probeer dat ook te doen. Dan heb je niet alleen maar losse formuletjes nodig, maar als je die beelden steeds hebt, dan kun je daarna de formule opschrijven. Dus voor mij werkt het heel goed. Wat is de natuurkunde? En dan verzin ik de formule erbij. Die kan ik dan weer vrij snel opschrijven. Maar die formules ken ik vaak niet uit mijn hoofd. En voor mij het fascinerendste van natuurkunde, als je echt alles wilt uitrekenen, dan moet je of econometrie gaan studeren of natuurkunde. Maar dat zijn denk ik 2 studierichtingen waarbij je dat heel sterk hebt. Hebben jullie nog vragen? Nee? Dan hebben jullie nu pauze en daarna weer college.